Yo mensen, Jaraski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Resident Evil 4. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want de vorige keer hebben wij het opgenomen tegen Ramon Salazar. En is dat niet heel fris verlopen, maar hij is uitgeschakeld en daar gaat het om. Maar nu heeft Jack Krauser Ashley meegenomen op een boot en zitten wij samen in een andere boot met Ada Wong. Dus hoe dit allemaal verder gaat, we hebben geen idee. Maar ons doel is en blijft Ashley te redden. Dus heb je er opnieuw weer zin in? Ram natuurlijk uit, blij dat ik het super gaaf vinden. En bedankt allemaal voor het intro, bedankt allemaal voor de support. En dan starten we aan hoofdstuk 13. Het is wel een mooie boot. Maar deze twee hebben een verleden samen. Dus je ziet ook dat het een beetje awkward is. You look like you've got something to say. I have something to ask you. But I don't think I'll get a straight answer. Raccoon City. You know, after the incident, the world changed. The bomb. You try to save one person, 100 others die. I guess I changed too. You? Leon S. Kennedy. You haven't changed. You just think you have. So here's my question. Have you changed, Ada? Or are you just trying to use me again? Oei, oei, oei. What do you think? Ik denk het tweede. Al helpt ze ons wel. Don't think too hard, handsome. See you later. Je kan er ook totaal niet peilen. Je hebt geen idee wat ze bedoelt. Maar ik weet niet waar we naartoe zijn gevaren, maar dit ziet eruit als een fabriek. We hebben voor nu ook geen idee waar Krauser Ashley naartoe heeft gebracht. Ashley. Daar loopt hij. There you are. Hij gaat daar ergens naar binnen, maar kijk eens even. We moeten oppassen voor die lasers. En ook oppassen voor alle troepen die er staan, want ik zie ook al dat ze tasers bij zich hebben. Dat is dus wat ik bedoel. Kan ik ze gewoon kapot schieten? Oké, dat gaat hem dus niet worden. Ze zijn dus wel bepanzerd. Ik moest het even uittesten, dus het is maar beter om het te weten. Maar in dat geval ga ik gewoon via de rechterkant. Geen probleem. Maar wat gebeurt er als je erachter komt? Oh! Wij kunnen ze gewoon van positie veranderen. Oké, dat is ook goed om te weten. En zo leren we dus ook al bij. Hier staat ook de Murders op ons te wachten. En hij heeft het erover dat hij nieuwe wapens voor ons heeft. Maar ik ga eerst even een aantal items verkopen. Want alle verschillende sleutels die we hebben gevonden. En die we niet meer kunnen gebruiken omdat we in een nieuw gebied zijn. Kunnen we verkopen. Maar ook deze lipbalsem of wat het ook mag zijn. Deze twee velvet blues. En de rest ga ik nog bewaren. Dus dat levert weer 40.700 munten op. Wat inhoudt dat we in totaal 98.000 munten hebben. En het nieuwe wapen, de Killer 7, kan heel handig zijn. Want dit is een Magnum met een lasersight erop. Maar die gebruikt dus wel andere kogels dan ons pistool die we op dit moment hebben. Dus als we die in combinatie met elkaar kunnen gebruiken, kan het heel slim zijn. Dus, ik koop hem gewoon. Ik moet wel eventjes wat plek maken in mijn inventory. Maar hij kan daar heel mooi. En dit wapen,
De Skullshaker kunnen we eigenlijk wel even naar de opslag brengen, want die was heel slap. En dan moet ik wel even de recept kopen om zelf ook Magnum ammo te kunnen maken. Want anders hebben we geen kogels. En om Magnum ammo te maken, hebben wij 17 gunpowder en 1 resource nodig. Dus dat is echt heel veel. Maar wij hebben nu dus wel een paar kogels ervoor. Alleen niet heel veel. Dus de kogels moeten we alleen gebruiken op hele sterke vijanden. Want ik denk ook dat dit wapen heel sterk gaat zijn. Ik ga hem 1 keer uittesten. Oké, die moeten we echt op speciale momenten gaan gebruiken. Want anders is het zonde. Ik zag er net nog één lopen, maar... We zijn gespot. Is niet erg. Is misschien wel erg. Weet je, je gaat eraan, vriend. Ik kan er niks aan doen. Je gaat er 100% zeker aan. Net zoals... al je buddies. Ze hebben hier zelfs helpers op, joh. Oh, hij leeft nog. Ik moet je zeggen, ik vind het soms wel fijn als ze met z'n allen op me afkomen lopen. Dus dat hoef je namelijk niet moeilijk te doen. Dan moet je ze gewoon vol op hun kop poeieren. Of op hun knietjes. Ja, ga maar zitten. Dank jullie wel. Oh, pas op voor de molotov. Ja, heel snel even met het trappetje naar boven. Kan ik sowieso even deze verplaatsen. Dan kan ik hem met mijn Magnum op zijn kopje raken. Zo. Oh, afgeweerd. Ga maar naar beneden. Waar staat die vent? Oh, daar. Hij zit heel de tijd een pijltje om me te schieten. Maar dat gaan we ook mooi even niet doen. Die is neer. En waar komt onze grote vriend? Of durft hij niet? Oh jawel, die durft wel. Blijkbaar hebben wij even hem uitschakelen. Blijkbaar hebben wij. Is die neer? Ja! Wij hebben in totaal 3 Magnum kogels nodig. Om een hele sterke vijand uit te schakelen. Dus het is goed dat we dat weten. Ze veranderen hier wel snel hoor. Oh. Maar dat was de laatste. Nu kunnen we rustig even de hele plek looten. Alle spullen meenemen. En daarna onze weg vervolgen. Ja, er staat nog iets beneden. Ik zag ook nog een trappetje naar boven. Dus ik klim ook nog even snel het trappetje op. Want daar hebben wij wat extra kogels. Thank you very much. Maar om bij de bunkerdeur te komen, moeten we wel deze laser omdraaien. Dus er is een route achterlangs. Maar waar draait hij naartoe? Want ja, dat dacht ik al. Ik ga daar net niet onderdoor kunnen klimmen. Dus we moeten nu heel even kijken hoe we terug kunnen komen. Want hier kan ik door het raampje. Dan kunnen wij hier ook door het raampje. En dan zijn we aan de andere kant van de laser. En dan kunnen we dus naar boven. Het is even goed nadenken. Maar uiteindelijk kom je wel op de plaats waar je moet zijn. Wat wil je nou doen, joh? Helemaal. Oh joh. Pas op, wacht. Steek elkaar maar neer. Wel oppassen, hè, jongens. Die gaat veranderen. Kijk uit.
Oh. Deze gaat veranderen. Ik ben nog op tijd. Ik ben nog op tijd. Ik zat op de verkeerde te focussen. Zag je dat? Soms blaas je gewoon vol. Vol hun kop eraf. Zoals deze. En soms veranderen ze. Zo! En soms vallen ze ook gewoon dood op de grond neer, dus... Het is redelijk tricky. Sorry voor je helmpje. Maar dankjewel voor je gemstone. Daar aan de andere kant liggen ook nog kistjes. Maar daar zit nog een hek voor. Dus de enige manier om nu verder te gaan is hier naar boven te klimmen. Alleen heeft hij ons nog niet gezien. Niet je omdraaien, niet je omdraaien, niet je omdraaien, alsjeblieft. Net op tijd! Dat scheelde echt heel weinig. Maar ik heb hem. Die heb ik ook. Die heb ik ook. Waar zit je naar te kijken, joh? Je hield hem gewoon in de gaten, hè? Ik heb je wel door. Weet je wat? Deze hebben ijzeren schilden. Dus daar kunnen we niet zomaar doorheen schieten. Ik moet op zijn knieën schieten, dat is de enige manier. Want die heeft ook een ijzer... Uh-oh! Die heeft ook een ijzeren... Ja, schiet op elkaar, sukkels! IJzeren helmpje op, dat is wat ik wilde zeggen, maar... Gaan we dat even niet doen met je RPG, alsjeblieft. Au! Dynamiet, 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 ik moet die weg. Au, au! Afgeweerd, afgeweerd, dat is goed. En verder afmaken. Want anders staat hij gewoon weer op. Gaan we heel veel dekking zoeken, want ze staan ook nog met bogen te schieten. Bye, bye. Bye, bye. Opgeruimd. Alle wapens reloaden voordat je verder gaat. Wij hebben ook nog 2 normale granaten en 2 zware granaten. Dus als er echt een hele grote groep ons afkomt, dan kunnen we die altijd nog gooien. Weet je wat? Die gaat vanzelf neer. Daar hoeven we niks aan te veranderen. Thanks voor de ammo. En ik ben linkshandig, dus ik ga gewoon de linkerroute volgen. Wat willen jullie doen dan, jongens? Kom maar. Hier ben ik, hier ben ik. Toppie, dankjewel. Dat dacht ik al. Maar dat is niet erg. Zo, die was sterk, joh. We zijn ondertussen wel iets gewend. Maar dat is maar goed ook, want we lossen het echt allemaal wel slim op deze manier. Alle 2 een helmpje, joh. This is where they're keeping Ashley? Zijn wel echt met heel veel. Ik ben er nu langs gelopen. Alleen, oeh, ik zie hem hangen. Dat gaan we mooi eens even niet doen.
Ik ben echt om heel veel troepen gelopen nu. Ik hoor ook nog een extra tripmijn piepen. Alleen deze deur gaan we niet open krijgen, want het stoplicht staat ook op rood. Maar er zit hier wel een trap naar boven. Hier ben ik. Hier, kom maar. Kom dan. Ik wou hem wel even wachten hoor. Ik ga wel een klein beetje afstand nemen als je het niet erg vindt. Oh, er stond er nog een achter. Die ene die leeft al niet meer. Wat op zich wel logisch is als je een tripmine inloopt. Maar de andere, die leven ook niet meer. En dit is een hele control panel, joh. Pling, dankjewel. Stoplicht is groen. Oftewel, de deur is voor ons geopend. En daar ligt ze. Wij hebben haar gevonden. Ze reageert niet. En ze zit met haar handen achter de rug vastgebonden. Dus ze kan ook echt geen kant op. Ik heb een ideetje, ik heb een ideetje. Die andere is nu neer. En voor jou heb ik een Magnum in petto, jongen. Ga dan maar even liggen. Want dan is hij door één Magnum kogel. En door onze zware granaat. Alweer uitgeschakeld. Maar om de deur te openen, hebben wij een keycard nodig. Dus wij moeten op zoek gaan naar een pasje van een persoon. Want we kunnen nu niet bij Ashley komen. Dus het enige wat ik zie is hier een trap naar boven. Want de stalen deur, daar zit ook dicht. Want ik zie het slot aan de andere kant hangen. Dus we moeten wel deze kant op. Dankjewel voor het groene plantje. Ik kan er gewoon overheen schieten hoor. Schieten kan ik wel. Ga daar maar liggen, jongen. We zouden het ook heel de tijd stilletjes kunnen doen. Maar aan de andere kant, ik vind het niet erg als ze gewoon op deze manier op me afkomen lopen. Want dan schakelen we ze ook gewoon uit. Staat er nog één hoor. Zo. Die valt gewoon letterlijk tegen me aan, joh. Alsjeblieft. Als jullie een keycard zien, dan moet je het zeggen. Maar, oeh, één extra Magnum kogel. Heeft iemand nog iets lekkers gemaakt voor ons? Of helemaal niks. Beetje teleurgesteld ben ik. Wel nog een extra Velvet Blue kristal. Dus die leeft weer. Oké. En hij staat hier gewoon, jullie gek. Je komt hem echt op de meest rare plekken kom je hem tegen. Dat is echt geen grapje. Maar ik moet even mijn geld sparen. En hier hebben we ook een keycard voor nodig. Oh, dat ga je niet menen.
Dan moeten we wel even al die deuren onthouden, want als we dus eenmaal die keycard vinden... ik ga eerst de vriezer in. Dat is namelijk deze kant op. Dan kunnen we dus nu al 2 deuren openen. 3 deuren openen, want daar hebben we ook een keycard voor nodig. En we moeten geen deur gaan skippen, want... Ik pak even mijn shotgun erbij. Dan moet ik achter dat rare figuur aan. Ik zag hem net naar links lopen. Maar hij is gewoon weg, hij is gewoon verdwenen. Your keycard application has been approved by the head of the department. Please bring your level 1 keycard to the section and follow the procedure on the next page. Dus ja, level 2 is de vriezer, daar waren we net. Level 3 is de incubation lab, daar ligt Ashley in. Dus dan moet de keycard hier ook wel ergens zijn. We hebben nu de stroom aangezet in een ander gedeelte. Ik hoor hem ook heel de tijd. Dus hij moet hier nog ergens zitten, dat rare, rare figuur. Er staat hier een computer. En wij moeten hem zien te combineren met elkaar. Dus er staan 2 stroomtekens, dus die moeten voorzien worden van stroom. En... nu kunnen ze niet verder, hè? Nee, hij moet sowieso naar beneden gaan. Want anders werkt nu. Nu heeft sowieso degene links onder heeft stroom. En nu heeft degene in het midden ook stroom. Oh, daar was het! Daar ging het om. Wacht heel even. Wacht heel even. What kind of experiments are they doing here? En oh wee als het tot leven komt. Waar is die verrekte keycard? Dit is dat je ziet hoe ze gemuteerd raken. En hier hebben wij een level 1 keycard, dus dan kunnen we de allereerste deur openen. Ah, daar is hij! What the fuck are you? Ik wist het ook gewoon. Ik... Gadverdamme, wat doe jij? Gadverdamme, man! Ik dacht echt dat het die, dat ding was. Die op de tafel lag. Maar het is nog veel erger dan dat. Zo kan die überhaupt wanneer? Ik denk dat ik maar even een stukje ga rennen. Ik heb geen idee of we die kunnen neerhalen, maar ik ga heel snel naar de level 1 deur. Ik weet alleen niet meer, was dat hier? Ja. Dit was namelijk de vriezer. En dan hoop ik dat we in de vriezer de level 2 keycard kunnen vinden. En... Oh, ik moet eerst de stroomfris wisselen. Maar ik heb daar net heel veel shotgunkogels verspeeld, want ik denk namelijk niet... dat wij hem kunnen verslaan. Maar even stroom aanzetten. Ja, in het andere gebied. Want anders werkt de keycard niet. En ja, daar komt hij weer aan, daar komt hij weer aan. Ik laat hem even leven, want... ik weet namelijk niet of we hem kunnen verslaan. Ik hoor hem achter me. Unlocked. Snel naar binnen. Komt hij hier ook achter ons aan of niet? Dat is een nee, want hij heeft natuurlijk die keycard nu niet. Oh, dit is een moeilijkere. Dit ga je niet menen. Oké, wacht. Deze moeten we even gaan oplossen. Sowieso moet de allereerste... die moet naar links, want daar zit al 1 stroom. Dus die kunnen we niet op een andere manier neerzetten.
Ik heb er nu heel veel aan, behalve degene rechtsboven. Kunnen wij daar op een of andere manier stroom krijgen? Ja, dat kan. Maar dan stopt ze die andere. Oh! Ik heb hem! Your access is goedgekeurd. Dankjewel daarvoor. Liggen er nog wat spulletjes in de vriezer? Het liefst wil ik hier niet te lang blijven. Maar, dit bedoel ik. Er ligt gewoon nog wat extra ammo in de vriezer. Dat is ook niet echt een plek waar je het moet verstoppen. Maar, oeh! De LE5. Dit is een MP5, oftewel een submachine gun. Alleen hebben we er op dit moment geen plek meer voor. Dus ik ga hem eventjes naar onze opslag toesturen. Maar we moeten hem wel even in de toekomst gaan uittesten. Want het lijkt wel op een sterk wapentje. En nu moeten wij de keycard in deze machine stoppen. En daardoor krijgen wij toegang tot niveau 2. Maar... daar is die weer! Ja, maar... ik kan hem niet... ik kan hem niet uitschakelen, jongens. De keycard is op dit moment aan het processeren. Ik moet hem gewoon gaan ontwijken. Ik kan hem niet uitschakelen. En ik wil liever niet nog meer ammo erbij verspillen. Hij heeft nu geen armen meer. Maar kijk, hij regent. Dat is dus het probleem. En dat is de reden waarom je hem... godverdamme, niet kan uitschakelen. De keycard is klaar. Geef hem dan, geef hem dan. Dankjewel. En dan ben ik hier snel weer weg ook. Doe het ook eens. Au. Ik wil je weg. Ik wil je weg. Ik wil je weg. Zo snel mogelijk alsjeblieft. Waar was niveau 2 voor nodig? Dat was voor deze deur. Dus moeten wij eerst de stroom weer even terug begeleiden. En dan kunnen we dus de keycard gebruiken op level 2. Oké, okay, duidelijk, duidelijk, duidelijk. Ik weet de weg. Althans, ik... godverdamme, man. Ik denk dat ik de weg weet. Ja, want hier gaat de stroom dus weer aan. Moeten we even zorgen dat we hem ontwijken. Oh! Ik moest wel, ik moest wel. En het zijn er... wacht, het zijn er zelfs 2! Dit was een hele andere. Misschien zijn er zelfs nog meer dan 2. Keycard level 2 erin. En dat werkt niet. De stroom hier staat nog niet aan. Hoezo staat de stroom hier niet aan? Dat heb ik toch net gedaan? Bro. Kan je me niet even beschermen? Ik heb wel een kippenei gevonden, maar... bij de merchant ben je in de meeste gevallen ben je veilig. Je ziet ook dat ze me niet volgen. Dus dan kunnen we even op ons gemakje kijken hoe we de stroom kunnen aanzetten. Omdat wij net de stroom hebben gewisseld, staat de stroom in het linker gedeelte nu uit en in het rechter gedeelte aan. Terwijl het eigenlijk andersom moet. Dus wat we net hebben gedaan, dat was nutteloos. En wij moeten dus weer terug. 3, 2, 1, go! Goed afgeweerd. Zijn arm is eraf. Dan kunnen we er heel snel langs. Die heeft ons niet gezien. En dan gaan we dus de switch weer omschakelen. Want ja, dit was mijn eigen fout. Dan gaat hij daaruit. En dan moet ik... oh, ze zijn nu alle 2 ontwijken. Gewoon er langs, gewoon er langs, gewoon er langs. Gaat goed, gaat goed, gaat goed. Het is echt perfect dat we weten dat we ze niet kunnen uitschakelen. Want ze ontwijken... is ook net iets makkelijker dan al je kogels te verspillen. Dus die ammo is van mij. Dan zie ik... oh. Waar zit je nou naar te kijken? Ik sta hier, hè? Hij had mij helemaal nog niet gezien, joh, die gek. Nog meer? Nee, ze waren met z'n drieën. Perfect. Gele kruiders. Dat is echt perfect om mee te nemen. En we moeten ook even wat kruiders met elkaar gaan combineren. En dan ga ik er ook meteen één gebruiken. Waardoor we net iets extra AP krijgen. En ook... weer helemaal geheeld zijn. Want kijk, wij hebben nu heel veel buisjes met 3 kruiders. Dus die gaan ons allemaal ook net wat extra HP in totaal geven. Dus vandaar dat die gele kruiden zo ontzettend belangrijk zijn.
Rifle ammo. Oh nee. Oh nee, er staan er nog twee. Kunnen jullie ook in jullie buis blijven zitten alsjeblieft? Dat zou ik echt, echt op prijs stellen. En er ligt hier ook nog een briefje. Escaped test subject. Dat had ik inderdaad door, ja, dat er één was ontsnapt. En niet alleen één, maar meerdere. Een biosensorscope. De biosensorscope can be used with any scope compatible weapon. Dus ook op onze rifle. En misschien dat we ze daarmee wel kunnen uitschakelen. Dus ik ga hem er even op zetten. Dan halen we de andere scoper dus af. Dan reload ik hem ook meteen even. En ja. Daar zien we dus een weak points mee. Oké. Okay. Keycard. Kan er weer in worden geplaatst? Need a wrench to get this open. Als we een wrench hebben. Dat ga je niet menen. Dat ga je niet menen. Hij heeft hem opgegeten. Is hij nu neer? Ga daar maar liggen inderdaad. Dankjewel voor de wrench. Weet je wat ik dan ga doen voor de zekerheid? Is ik schakel voor de zekerheid ook gewoon een ander uit. Voordat ze zo meteen achter mij aankomen. Schakel ik ze vroegtijdig uit. Krijgen we ook meteen wat gemstones van. En misschien dat dit wel veel ammo kost. Dat weet ik. Maar dan kunnen we in ieder geval niet de kans krijgen dat ze allemaal tegelijkertijd achter ons aankomen. Als we ze gewoon nu al uitschakelen. Hoppa. Dankjewel voor de ruby. Wrench gebruiken. Kunnen wij even de schroef eruit schroeven. En dan kunnen wij de keycard erin plaatsen. En dan wordt hij weer overschreden naar niveau 3. Dus dan kunnen wij nu dus ook deuren van niveau 3 openen. Ho, 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 ho. Rustig aan, vriend. Keycard die wordt nog overschreden. De mesje is bijna kapot. En mijn keycard is klaar. Mijn keycard is klaar. Schiet op de dynamiet. Schiet op de dynamiet. Ja! Ik kom eraan, keycard. Eén momentje. Thank you. Level 3 is die. Ik schooi gewoon de dynamiet door het raampje heen ook. Alsjeblieft. Dat is echt super slim. Gewoon op die staven schieten. En dan ploffen ze gewoon in hun hand namelijk. Die zijn nek is gebroken. Even checken of ze niet veranderen. Oh, 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 oh. Hij leeft nog, hij leeft nog. Een stukje naar achter. Sorry, must have slipped. Nu leeft hij niet meer. En dan gaan we deze deur openen. Level 3, swipe. En waar komen we nu uit? Ik heb geen idee waar we nu naartoe rennen of waar we uitkomen. Als we nu weer... Oh ja, nu zijn we aan de andere kant. Dan komen we dus automatisch weer uit in de kamer waar Ashley ligt. Maar nu kunnen we wel de deur openen. Dat is niet goed. Ze is aan het veranderen. Dat is de antidote. Die tijdelijk de plaga tegengaat.
Maar hij gebruikt hem dus voor Ashley en niet voor zichzelf. Maar het werkt wel. You're gonna be okay. Maar wij niet. Dat is wat ik bedoel. Hoe dit verder gaat, wij hebben geen idee. Maar dit was wel het einde van deze aflevering. Dus mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk kaart op like, zou ik super gaaf vinden. We zijn morgen meteen weer terug met het vervolg van Resident Evil 4. Dus hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.